Ja, en daarvoor begin ik eigenlijk weer waar ik zojuist geëindigd ben. Met de kaart van de gemeente de Friese Marne. Links zien we de gewone basiskaart. Zoals deze door ons allemaal gebruikt wordt. Maar bij de Friese Marne wilde ik toch graag deze er een beetje uitlichten. Nou, u heeft in eerdere edities van de GISTEG-conferentie ons al horen praten over mogelijkheden die de nieuwe Mapviewer biedt. Bijvoorbeeld op het gebied van blending en het gebied van effecten. En dat heb ik hier toegepast, want ik heb door middel van blending heb ik eigenlijk de uitsnede gemaakt met de gekleurde basiskaart van de gemeente. En dan heb ik er nog een effect op toegepast om deze met een schaduw een beetje boven de kaart te doen zweven. Als tweede wil ik u graag laten zien de nieuwe mogelijkheden waarin we links een laag zien met points of interest. Deze zijn opgemaakt met rastersymbolen. Rechts zien we deze echter opgemaakt als vectorstijlsymbolen. Deze zijn scherper, net als de vector basemaps. En om ze hier ook weer een beetje eruit te doen komen, heb ik ook hier weer een schaduw gebruikt. Als derde voorbeeld ga ik gebruik maken van data van Ortec Finance. Deze organisatie publiceert maandelijks een storymap waarin ze eigenlijk de ontwikkelingen op het gebied van de huizenprijzen in de woningmarkt duiden. En in dit rapport heb ik een kaart gevonden met de relatieve prijsstijgingen van de huizenprijzen per gemeente over heel 2021. Wat mij gelijk opvalt is dat, hoewel de huizenprijzen misschien het hoogst zijn op plekken als Amsterdam, zullen we maar noemen, is dat de relatieve stijging het hoogst is in Flevoland. En het überhaupt is in het oosten en het noorden van het land eigenlijk een veel grotere relatieve stijging van de huizenprijzen zichtbaar dan in het zuiden, maar ook vooral in het westen. Nou, ik heb deze kaartlaag gepakt en links heb ik hem op de traditionele, normale manier opgemaakt. Ik heb hier, omdat ik goed naar Joris heb geluisterd, wel gekozen voor een kleurenschema wat extra geschikt is voor mensen die last hebben van kleurenblindheid. Aan de rechterkant zien we dezezelfde kaart. Ik heb hier gebruik gemaakt van een bepaalde filtering en ik heb door middel van blending ervoor gezorgd dat de labels een stuk zichtbaarder zijn. Nou, hoe heb ik dit dan gedaan? Hier zien we deze kaart. En we zien allereerst dat bij de laag, bij blending, oftewel versmelten, ik gekozen heb voor vermenigvuldigen. Dit zorgt er dus voor dat die labels goed door de bovenliggende laag drukken en goed leesbaar blijven. En om de filtering te doen, heb ik niet een standaard filter, maar ik heb gebruik gemaakt van effecten waarbij ik objectspecifieke effecten toepas. Ik krijg dan ook een filter te zien en in plaats van dat hij de records volledig weghaalt, wordt er een effect toegepast op de overgebleven records. En zo kunnen we zien dat bijvoorbeeld in al deze gemeenten de relatieve prijsstijging over heel 2021 hoger was dan 120%. Nou, dit zijn niet alleen mogelijkheden die in staat stellen om prachtige, mooie kaarten te maken. Ze zijn ook nog eens heel praktisch te gebruiken. En dat gaat Lindsay ons laten zien door het maken van een kaart die ons vertelt welke panden in de toekomst misschien wel eens onder water kunnen komen te staan. Lindsay. Dankjewel, Ruben. Jullie zien hier een thematische visualisatie van het waterschap Rivierenland, waarbij het waterschapsgebied er heel duidelijk uitspringt op de kaart. Ik heb hierbij de plaatselijke overstromingskans in 2050 in beeld gebracht. En ik heb dit alleen gedaan voor die plekken waar ook panden te vinden zijn. Ik heb daarbij enkel gebruik gemaakt van openbaar beschikbare landelijke datasets. Nou, hoe heb ik deze kaart nu gemaakt? Ik zal jullie meenemen langs de stappen die ik heb doorlopen om tot dit resultaat te komen. Laten we beginnen bij de basiskaart. We maken hier gebruik van de vectortelt waterkaart. En wat we willen is dat het waterschapsgebied straks de focus krijgt en dat de rest wat minder opvalt. Ik kies hiervoor die instellingen die ervoor zorgen dat de basiskaart nog wel duidelijk zichtbaar blijft, maar toch wat meer naar de achtergrond verdwijnt.
Nu we de achtergrond hebben, kunnen we de kaart verder op gaan bouwen. Ik wil dat het waterschapsgebied er echt uitgelicht wordt en dat de basiskaart wel helder zichtbaar blijft binnen de waterschapsgrenzen. Ik zal jullie laten zien hoe ik dit heb gedaan. Allereerst heb ik het waterschapsgebied als een wit vlak toegevoegd aan de kaart. En aan de hand van dit vlak wil ik straks een uitsnede maken van de basiskaart. Ik wil dit niet doen van de huidige basiskaart, want die heb ik nu juist minder opvallend gemaakt. Daarom heb ik de waterkaart nogmaals toegevoegd aan de kaart en samen met het waterschapsgebied in een group layer geplaatst, zodat we deze twee lagen kunnen gaan combineren. Het zijn nu nog twee losse lagen, want zoals je ziet valt de basiskaart nu over het waterschapsgebied heen. Maar met behulp van een blendingstechniek kan ik ervoor zorgen dat deze basiskaart enkel boven het waterschapsgebied zichtbaar wordt gemaakt en niet daarbuiten. Vervolgens kies ik ervoor om het waterschapsvlak nog een effect mee te geven, zodat er als het ware een gloed ontstaat rondom het gebied. Hierdoor verloopt de overgang van het uitgelichte waterschapsgebied naar de achtergrond toe wat subtieler. Nu wil ik ook de contouren van het gebied nog wat extra highlighten, dus ik heb ook de waterschapsgrenzen toegevoegd. Ik heb deze al wat subtieler laten ogen door ze te vervagen. Maar ik wil het gebied ook nog wat extra accentueren, dus ik voeg ook nog een slagschaduw toe. Hier wordt het gebied als het ware uit de basiskaart omhoog getild. Nu wil ik dat de effecten alleen zichtbaar zijn naar de buitenkant toe en dat het waterschapsgebied zelf wel scherp blijft. Door ook hier het waterschapsgebied als een vlak toe te voegen aan de group layer, kan ik er met behulp van een andere blendingstechniek weer voor zorgen dat de effecten alleen buiten het waterschapsgebied worden toegepast. En dan is dit het resultaat. De basis staat nu. We hebben een subtiele achtergrond en we hebben een mooie heldere uitsnede van het waterschapsgebied. Maar wat ik graag in beeld wil brengen is de plaatselijke overstromingskans voor dit gebied. Hiervoor ga ik naar de Levende Atlas, waarin tal van kaartlagen te vinden zijn met betrekking tot het thema klimaat. En ik voeg een kaartlaag toe vanuit de Klimaateffectatlas. Wat zien we hier nu? We zien hier een landelijke kaartlaag met data die, zoals de legenda ook laat zien, toont hoe groot de kans is op een overstroming van meer dan 20 centimeter in een bepaald gebied in 2050. Maar ik ben voornamelijk geïnteresseerd in de overstromingskans in het waterschap Rivierenland. Net zoals ik zojuist de basiskaart heb uitgeknipt aan de hand van het waterschapsgebied, ga ik dit nu ook met de overstromingsdata doen. Door deze laag in een group layer te plaatsen, samen met het waterschapsgebied, kan ik er wederom met behulp van een blendingstechniek voor zorgen dat de data visueel geklipt wordt, zonder dat daarbij dus enige dataconversie nodig is. Maar we zijn er nog niet. Want als ik nog eens terugga naar de eindvisualisatie, dan zie je dat ik de overstromingskans alleen op die plek heb gevisualiseerd waar ook panden te vinden zijn. Hoe heb ik dit dan gedaan? Wat je ziet is dat ik ook een pandenlaag heb toegevoegd. En met dezelfde techniek heb ik ervoor gezorgd dat die panden alleen zichtbaar zijn binnen de waterschapsgrenzen. Wellicht is het je al opgevallen, maar dit is niet zomaar een pandenlaag. Wat je hier ziet is een group layer binnen een group layer. En deze nested group layers zijn geïntroduceerd met de laatste ArcGIS Online release. Ik heb hieraan twee pandlagen toegevoegd, zodat we op elk schaalniveau de juiste informatiedichtheid hebben. Zo zien we nu de BRT, maar zoomen we verder in, dan wordt de BGT getoond. Wat opvalt is dat de panden de kleur hebben aangenomen van de overstromingskans in het gebied waar deze panden te vinden zijn. Dit heb ik gedaan door dezelfde techniek toe te passen als dat we eerder hebben gedaan, maar nu heb ik de panden gebruikt om de overstromingsdata te klippen. Door deze instelling te doen op de nested group layer zorg ik ervoor dat het effect zowel op de BGT als op de BRT wordt toegepast. We hebben kunnen zien hoe we met voor iedereen beschikbare landelijke datasets toch mooie en volledig toegespitste kaarten kunnen maken met behulp van de nieuwste visualisatietechnieken. Nu is er nog één ding dat we jullie niet willen onthouden en dat gaat Ruben jullie laten zien. Ruben? Ja, ik heb nog iets als allerlaatste nog iets bijzonders om jullie te laten zien. We kijken hier naar een kaart met daarop wind, snelheid en richtingdata van het KNMI. Dit is multidimensionale data. En deze is gevectoriseerd met een vectorveldrenderer. Het is sinds de laatste update
van Argos Online mogelijk om dit te visualiseren met een nieuwe flow renderer. En ik weet niet wat jullie hiervan vinden, maar ik vind het echt ontzettend gaaf. Dank u wel, maar ik heb het niet bedacht. Deze manier is gewoon te gebruiken in de mapviewer. En die ziet u hier. Je ziet hier de windrichting en windkrachtlaag van het KNMI. En door naar mijn symbologie-tab te gaan, kan ik deze met één klik op de knop visualiseren als de flow, als de flow-renderer. Nu heeft u misschien, is er nog iets opgevallen. Want naast de windrichting en snelheid in mijn kaart hier, heb ik hem ook gevisualiseerd op de gevoelstemperatuur. En dit heb ik weer gedaan door gebruik te maken van blending. Ik heb deze laag toegevoegd. En ja, mijn hele mooie flow is weg. Door weer gebruik te maken van blending, ben ik in staat om alleen maar de kleur mee te geven aan de flow hieronder. Ik heb deze in een group layer gestopt, zodat de effecten en de blending enkel te zien zijn binnen de group layer. Nou, en om mijn kaart af te maken, heb ik nog even de grens van Nederland toegevoegd, welke ik ook heb doen oplichten met die effecten waar we het de hele tijd al over hebben. Deze kaart is uiteraard weer te delen in allerlei apps. Zo heb ik hier een minimal app, waarbij we de kaart opnieuw kunnen verkennen. En zelfs door de tijd heen kunnen kijken naar de verwachtingen van later deze middag. Misschien wel vannacht. En morgen. Nogmaals, ik vind het echt een hele gave manier om het te visualiseren. Dit was wat ons betreft het einde van wat we gaan laten zien qua demo's hier. Joris, dankjewel.